Een brandje bij de McDonald's in Geldrop woensdagnacht. De brand brak midden in de nacht uit in een container die in het pand stond. De brandweer probeerde de brand eerst te blussen in het pand zelf. Daarna besloten ze de container met een speciaal haakarmvoertuig naar buiten te rijden. Op de parkeerplaats werd het vuur verder geblust. De brand heeft flink wat rookschade veroorzaakt in het gebouw, maar het restaurant kon overdag wel gewoon open. Er is ook niemand gewond geraakt.